Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik het met jullie wil hebben wat dat eigenlijk de grootste reden is waarom het virus terug opflakkert nu in deze periode, in deze tijd van het jaar. Je zou kunnen zeggen dat heeft te maken met het feit dat zoveel mensen geen rekening hebben gehouden met de maatregelen die er wel zijn, die er waren, met de verstrengingen die opgekomen zijn. Maar eigenlijk, als je het vanuit een hoger bewustzijn gaat gaan bekijken en vanuit een hoger perspectief gaat gaan bekijken, dan zijn er eigenlijk nog veel meer redenen. Een virus dat zorgt ervoor dat eigenlijk oude patronen afgebroken worden, dat oude systemen, oude verbindingen in ons fysieke lichaam, maar ook in ons energetische lichamen, eigenlijk afgebroken worden. Waarom? Omdat ze niet meer langer behulpzaam zijn. Ze zijn eigenlijk niet meer voor ons hoogste goed. En daarom heeft dit virus ook zo'n druk op het collectieve. Zijnde op het onderwijs, zijnde op de gezondheidszorg, zijnde op de manier waarop ons land bestuurd wordt. En niet alleen ons land, maar groter ook de hele wereld. En we zijn eigenlijk alle structuren die niet meer passen zoals dat wij gaan leven in de hogere energieën, om die te gaan afbreken. En dat is net de reden waarom dat dit virus nu nogmaals naar boven komt. Los van het feit dat natuurlijk in de winter en in de koudere maanden een virus veel gemakkelijker zich gaat gaan verspreiden dan in de zomermaanden, is het ook belangrijk om te gaan kijken dat we eigenlijk een tweede kans krijgen. Een tweede kans om te leren wat dat we in de eerste periode, in het begin van dit jaar, in maart, april, mei, juni, niet geleerd hebben. En kijk vooral in jezelf. Begin daarmee. Ga niet gaan kijken van wat de ander niet wel of wel of niet gedaan heeft. Ga niet gaan kijken van op welke manier dat de politici ermee omgegaan zijn, want dat is eigenlijk weer een ander verhaal. Als je niet tevreden bent met de leiders dat we nu hebben in dit land, of gewoon hoger over de wereld, dan is het vooral belangrijk dat het bewustzijn van de bevolking gaat gaan veranderen. Want als ons bewustzijn verandert, dan gaan we ook andere keuzes gaan maken. Want wat maakt dat mensen veranderen? Wat maakt dat mensen voor andere vertegenwoordigers, voor andere volksvertegenwoordigers gaan kiezen? Wel, omdat hun waarden gaan veranderen. Omdat de mening, omdat ze meer ervaringen hebben opgedaan. Omdat ze nu plots beter het ganse plaatje zien. En dat is de reden waarom dat het virus eigenlijk nu opnieuw opflakkert. Dat is de reden waarom dat we nu opnieuw in een soort van lockdown terechtkomen. Maar laat jou niet van de kaart brengen door opnieuw mee te gaan in angsten. Angsten, en ik heb dat ook in een vorige video gezegd, zorgt er enkel en alleen voor dat jouw energiefrequentie verlaagt, waardoor je nog veel vatbaarder wordt voor virussen. Niet alleen voor dit virus van COVID, maar ook voor heel veel andere virussen. De griepvirussen, een keelontsteking, een longontsteking, gewoon een simpele verkoudheid. Ook dat is belangrijk om je energie hoog te houden. Doe dingen die je leuk vindt. Al is dat je de hele dag en je nu voelt dat je de hele dag moet rusten. Dat je in de namiddag moet bijslapen. Lees dat boek dat je maanden hebt laten liggen. Doe de dingen dat je graag doet. En sluit je niet per se op. Ga naar buiten. We mogen nog altijd naar buiten. Alleen moet je het contact met andere mensen eventjes anders gaan bekijken. Anders gaan aanpakken. En kijk vooral aan jezelf, van waar loop je nu op dit moment door de opgelegde maatregelen, waar loop je het meeste tegenaan? Wat maakt dat je jou bijvoorbeeld niet vrij voelt? Wat maakt dat je meer angsten gaat gaan voelen? Wat maakt dat je bang bent over de toekomst? Wat maakt dat je terug wilt naar het verleden? Want het verleden gaat nooit meer terugkomen zoals dat je het ooit gekend hebt. Waarom niet? Omdat het ook niet meer past bij wie dat wij aan het worden zijn, bij wie dat we geworden zijn. Leven vanuit een hoger bewustzijn is leven vanuit andere waarden, is anders kijken naar het leven, is andere beslissingen nemen.
En dat is hetgeen dat heel veel mensen nu gaan leren. Vooral degenen die tot nu toe nog altijd niet hun gewoonten hebben aangepast. Nog altijd materiale zaken, materie en alle aardse zaken veel krachtiger en veel meer macht geven dan wat het uiteindelijk mag krijgen. Die mensen lopen nu heel hard tegen, met de kop tegen de muur. Ze worden geconfronteerd met grenzen, ze worden geconfronteerd met beperkingen. Maar dat zijn allemaal illusies. Jouw ziel is oneindig, dus dat betekent dat wanneer je ziel oneindig is, dat er ook oneindig veel mogelijkheden zijn. Dat overvloed er nog altijd is. En het is gewoon een manier om te kijken naar de wereld, om anders te gaan kijken naar de wereld. Als je nu problemen hebt, omdat jouw winkel gesloten is, of omdat je je klanten niet meer kan gaan zien, of omdat misschien ga je zelfs gaan twijfelen of je wel nog met de juiste bezig bent. Wel, al die dingen zijn er echt net bedoeld omdat je zou gaan kijken en omdat je naar binnen zou gaan, omdat je zou gaan voelen van wie ben ik en wat wil ik hier ervaren in dit leven? Hoe wil ik mij elke dag gaan voelen? Wil je van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 5 uur van de ene afspraak naar de andere afspraak holen? Oké, geen probleem, dat is jouw keuze. Maar is dat echt hetgeen wat je wilt? Of wil je veel meer gaan leven op de flow, zoals je ook in de natuur ziet? Wil je veel meer gaan voelen en gaan ervaren van wat dat het is om te leven als een energie in een fysiek lichaam. En ik weet, er zijn heel veel mensen nog niet klaar voor al de dingen dat ik te zeggen heb. Maar dat is oké. Iedereen loopt op zijn eigen tempo en iedereen loopt zijn eigen proces. Maar besef tegelijkertijd ook dat er niemand beter is dan jou. Niemand heeft meer wijsheid of meer kennis. We staan gewoon een beetje verder op de evolutie. We lopen gewoon een paar maanden, een paar jaren voor jou. Met andere woorden, we zitten op een andere tijdslijn. En ook nu is het belangrijk, niet alleen naar aanleiding van de volle maan gisteren, waarvan de energie nu nog altijd voelbaar is, en waar je nog altijd op kan op mee intappen, mee samenwerken. We zitten op een punt, nog tot de 21 december met de winter-zomerwende, dus weer de omkeer naar de zomerperiode, dat er nog heel veel zaken gaan voelen alsof dat je in een kookpot zit. Dat je onder druk komt te staan. En als dat zo is, dan is het belangrijk om te gaan kijken van wat dat er jou eigenlijk getoond wordt. Want alles in de uiterlijke wereld, alles in je buitenwereld, is eigenlijk een weerspiegeling van wat dat er in jouzelf, in jouw systeem, in jouw energetische systeem nog niet in balans is. En kijk dan op elk vlak. Kijk, wat zijn de fysieke pijnen waar ik tegenaan loop? Wat zijn de emoties die me constant getriggerd worden door andere mensen? Welke overtuigingen heb ik? Welke idee heb ik? Want wat vaak zie ik gebeuren bij mensen in mijn omgeving, dat mensen zodanig geconditioneerd zijn en zodanig vastzitten in een systeem, dat ze gewoon er als een automatisme van uitgaan dat iets zo en zo moet gebeuren en dat er geen andere mogelijkheden meer zijn. Net alsof er maar twee mogelijkheden zijn, zo of zo, nee. Leven vanuit een hoger bewustzijn, ga je laten beseffen, ga je laten ervaren dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. En dat is niet aan ons om die mogelijkheden te gaan bedenken. Daarom zeg ik ook altijd tegen mijn klanten, ga niet denken, ga niet gaan brainstormen, maar ga in rust, ga de natuur in. Zorg ervoor dat jouw gedachten stilgelegd worden. Dat jouw mind, dat alles in je hoofd stil is. Want dan ben je een zuiver kanaal, of dan word je eigenlijk open, dan creëer je ruimte om boodschappen en om advies van jouw leiding te ontvangen. Om advies van het universum te ontvangen, van God, van Jezus, van opgestegen meesters, van engelen. Het maakt niet uit, van draken, van elfen. Waar dat jij je toe aangetrokken voelt. Het maakt niet uit. Zolang dat jij jezelf de kans geeft om daarmee aan de slag te gaan, om dat te leren, om dat te ontdekken. Om te ontdekken vooral wie dat jij bent en wat dat je hier komt doen. Wat wil je vormgeven? En als je de aarde hier zou verlaten, wat wil je de wereld nalaten?
Wat zijn jouw talenten? Wat doe je graag? Waar staat je hart van in vuur en vlam? Waar word je door getriggerd? Of waar raak je, ik zou bijna zeggen, gefrustreerd over, maar gefrustreerd vanuit een passie, omdat je ziet dat het anders kan? Wel, daar liggen jouw stappen. Daar liggen de dingen die jij te doen hebt hier nu op dit moment. Gaat het over het onderwijs? Gaat het over de gezondheidszorg? Gaat het over wat dan ook? Als jij een idee hebt over hoe je iets anders kan gaan doen, alsjeblieft doe het dan. Probeer het. En laat de verwachtingen ook los. Zie het leven als een spel. Want uiteindelijk, de aarde, de wereld, is gewoon één grote leerschool voor wij allemaal zielen. En sommige zielen zijn inderdaad al een stukje verder en zitten al in de universiteitsschool. En anderen zitten nog maar in het kleuter. Maar dat is niet erg. Dat is wie dat jouw ziel is op dit moment. En dat is nu eenmaal normaal. Dat is hoe dat het is. Er zijn kinderen van 4, 5 jaar met veel meer wijsheid dan oudere personen van 60, 70, 80 jaar. Dus wijsheid en het leren leven vanuit een hoger bewustzijn, die verbinding met de kern, die verbinding met wie dat we echt zijn, heeft niks te maken met je kalenderleeftijd. Want het, op zich, tijd is een illusie. En als je dat meer en meer ook gaat leren gaan beseffen, dan ga je ook gaan beseffen dat je veel meer kracht hebt en veel meer invloed hebt op jouw leven. Dan weet je dat de dingen waar je tegenaan loopt, dat je ook de kracht hebt om die te gaan veranderen. Want uiteindelijk, met ervaring en het leven zoals het nu ervaart, is ook omdat jij het zo hebt gecreëerd. Door jouw emoties, door je ervaring, door het kader, het referentiekader dat je had. Wat maakt dat een bepaald persoon wel met jou resoneert en een ander niet? Wel, niet zozeer om hoe dat die persoon eruit ziet, maar wel over de energie dat die persoon uitstraalt. Over hetgeen waar dat die persoon jou leert, over hetgeen waar dat die persoon jou misschien triggert. En als coach zelf, dan ben ik niet zoals de meeste coaches. Ik durf mijn klanten te confronteren en te zeggen: nee, dat zie je verkeerd, daar zit jouw zwakte, of daar zit jouw schaduw liever, daar zit jouw valkuil. Waarom? Omdat het mijn taak is om een enorme spiegel ook te zijn naar mijn klanten toe. En om te tonen waar dat hun ego nog altijd in de weg zit. Om te tonen waar dat ego, ook al denken ze dat ze het geïntegreerd hebben en dat ze het eigenlijk, bij sommigen zeggen zelfs verwijderd, maar je moet je ego niet verwijderen. Je moet leren je ego te gebruiken in functie van je hogere bewustzijn, dus in functie van je ziel en je hogere zelf. En uit eigen ervaring weet ik dat het ego en het systeem dat het ego heeft opgezet doorheen de eeuwen en jaren heen om ons te gaan beschermen, dat die zo vernuft zijn, die zijn zo verfijnd dat we het soms echt niet doorhebben dat we nog steeds eigenlijk vanuit ons ego gaan leven. En daar zit de grootste uitdaging. En ook nu in het omgaan en in het leren aanvaarden dat we inderdaad nu in een periode zitten dat we geconfronteerd worden met een virus. Waarbij dat we moeten aanvaarden dat een aantal mensen door het virus gaan de wereld verlaten, gaan sterven. Maar wat als die zielen daar zelf voor kiezen om niet meer verder te gaan in die hogere energieën op aarde? Wat als die kleuter niet klaar is om naar de universiteitsschool te gaan? Dan geven we die ook de tijd om op zijn eigen tempo en in zijn eigen proces de ervaringen op te doen en de lessen te leren. Wel, nu is dat eigenlijk net hetzelfde. Alleen gaat het niet over een school, een fictieve school zoals we het kennen. Het gaat over de school, de leren, de lessen van jouw ziel. En als jouw ziel nog niet klaar is voor die hogere lessen te leren, van de hogere 5D, en nog hogere 6D, 7D, 8D, 10D, 11D, 12, 30, 100, dat maakt niet uit. Ja, dan ga jouw ziel hier niet langer kunnen blijven. Dan ga jouw ziel hier niet langer gelukkig kunnen worden, want de lessen dat het moet leren, ze kunnen hier ook niet meer geleerd worden. De aarde is veranderd. En de aarde gaat ook doorheen verschillende initiaties. En dit jaar had de aarde die initiaties rond lucht. Vandaar ook een virus. En
Als je daar wat werk rond doet, dan ga je ook merken dat de aarde nu in deze periode aan het veranderen is. Dus dat betekent ook dat de invloed van het virus op ons leven, op onze samenleving, stilletjes wel gaan verzwakken. Het virus gaat niet weggaan. Het griepvirus is er ook nog altijd en er komt ook elk jaar in verschillende varianten voor. Dus corona gaat niet weggaan. Dus wens niet dat corona weggegaan. Maar wens wel dat je manieren vindt om op een gezonde en gebalanceerde manier weer iets te maken van je leven. Weer verantwoordelijkheid op te nemen voor je leven. Want dat is waar dat het virus, of dit virus toch tenminste, jouw grootste leermeester gaat zijn. Werk doorheen de zaken die te maken hebben met lucht. En lucht is verbonden met gedachten, met het mentale. Dus kijk waar dat jij jezelf nog klein houdt. Kijk waar jij jezelf nog tegenhoudt. En laat je ondersteunen, laat je coachen, maakt niet uit. Maar werk aan jezelf en neem de gepaste maatregelen om anders te gaan kijken naar het leven. Volgend jaar, en ik zie dat de zon er wat begint door te komen, dus dat is fantastisch. En zo zie maar hoe dat universum werkt. Hè. Er is overal licht. Maar je moet gewoon je ogen open doen en bereid zijn om het licht te zien in die donkere tunnel. En ook dat is gewoon een andere manier van kijken naar je leven. Als je altijd gefocust bent op de dingen die verkeerd gaan, op de dingen die er nog niet zijn, op de dingen waar je naartoe verlangt, dan ga je alleen maar nog hetzelfde creëren. Als je daarentegen je focust op het geld die wel al op je bankrekening staat, op de relaties die je wel al hebt, op de liefde die je wel al ontvangt, al is het maar gewoon de liefde die je aan jezelf geeft, dan ga je dat ook weer spiegeld zien in je uiterlijke wereld, in je realiteit. En dat is hoe manifesteren werkt. Zo simpel kan het maar zijn. Je hoeft niet ganse boeken te gaan leren en lezen over de wet van aantrekking. Werk aan jezelf, verhoog je eigen frequentie, ga gaan anders gaan kijken, neem andere keuzes, neem andere beslissingen als je niet tevreden bent met het leven dat je nu hebt. En dan ga je een nieuw leven creëren. En dat gaat niet morgen of overmorgen of volgend jaar zijn. Nee, een nieuw leven begint nu al. Door de keuzes die je gemaakt hebt te veranderen. Door anders te gaan denken. Door de emoties die bovenkomen, door die te aanvaarden, door die er te laten zijn. Maar vooral door te gaan kijken van wat dat ze jou willen zeggen. Welke lessen zitten eronder? Welke trauma's zitten eronder? Welke angsten zitten eronder? En onthoud dit. Angst is altijd een illusie. Want angst, wanneer je angst voelt, dan is dat omdat je eigenlijk vanuit je gedachten veel te vaak of veel te vaak denkt over het verleden. En dat is eigenlijk vastzit in het verleden. Of denkt vast te zitten in het verleden. Omdat je veel te veel vasthoudt aan iets wat voorbij is. Of je piekert over hoe dat de toekomst gaat zijn. Je probeert je voor te stellen. Je probeert de controle te krijgen over hoe dat je toekomst gaat zijn. Maar dat is onmogelijk. Je weet niet hoe dat de toekomst gaat zijn. Het enige waar je nu invloed op hebt, is nu. Is dit moment. En door dingen anders te gaan doen in dit moment, ga je uiteindelijk een andere toekomst gaan creëren. Maar je kan geen toekomst gaan creëren om dan uiteindelijk te gaan ervaren. Ja, jawel, ik kan dat wel. Je kan nog gaan werken met tijdslijnen en dingen je toekomst insturen. En op een bepaald moment gaat dat jouw ervaring nu zijn. Maar het gaat erom nu. Als je angst voelt, focus dan op je ademhaling. Kom terug in het nu. Ga iets echt aardse dingen doen, zoals poetsen, strijken, gaan wandelen. Je verbindt je met de natuur, maar zorg dat je in het nu terechtkomt. En kenter die gedachten die je hebt, zorg dat je bewust bent. Zorg dat je weet wat je denkt en wat de aanleiding, de trigger was om die angst te gaan voelen. En besef dan ook dat je de kracht en alle mogelijkheden in jou hebt nu. Om je leven te gaan veranderen. Dus de kern van de boodschap van deze video is dat, oké, het is waar, we zitten opnieuw in een milde lockdown, laat maar zeggen. Maar dat hoeft daarom niet te betekenen dat we helemaal teruggaan naar hoe dat het geweest is. En dat we eigenlijk helemaal opnieuw moeten beginnen. Integendeel. De belangrijkste is wat jij nu te doen hebt, is om te gaan kijken van wat heb ik niet geleerd? Wat heb ik niet aangekeken? Wat ben ik niet anders gaan doen in de eerste periode? Wat
kan ik nu doen met deze tweede kans om mijn leven op een positieve manier te gaan veranderen? Want vergis je niet, er komen geen eindeloze kansen om het te gaan veranderen. Als je nu wilt je leven gaan veranderen, dan is nu de tijd om die kwantumsprong te maken, om die andere tijdslijn te gaan kiezen. Maar niemand kan dat voor jou doen. De enige die het kan doen, dat ben jij. Jij bent degene die verantwoordelijkheid mag nemen en moet nemen voor jouw leven. En jij bent degene die door die poort van transformatie moet gaan stappen. Die over die brug naar de hogere energieën, naar de hogere werelden, naar de hogere dimensies mag gaan stappen. Iemand zei ook tegen mij, Lindsay, het lijkt alsof jij in een andere wereld leeft. En in principe is dat ook een stuk zo. In de 3D-wereld blijft het dezelfde wereld. Maar energetisch gezien is mijn wereld een wereld vanuit een hoger bewustzijn. En jij kan dat ook. Het is gewoon een kwestie dat je de keuze maakt. Dat je weet wat je wilt en dat je van daaruit dan de nodige stappen neemt om dat leven te gaan realiseren, gaan aan te trekken. En dat doe je niet met je ego, niet met de manier waarop dat je eruit ziet, maar wel door de vibratie dat je trilt, door de energie dat je bent. Dus daarom zeg ik ook altijd een keer terug naar de essentie. Eenvoud. Mensen maken dat altijd veel te moeilijk. Dus gebruik de tijd die je krijgt nu om naar binnen te gaan. Herfst is sowieso een periode om naar binnen te gaan en winter nog meer. Kijk maar naar de natuur. Laat los wat je niet langer dient. En zorg ervoor dat je voldoende slaap krijgt. Ondersteun je lichaam met vitamines en immuunboosters. Natuurlijke immuunboosters natuurlijk. Zorg voor een healing. Ga op energetische manier gaan werken. En volg de roerselen van je ziel. Volg de verlangens van je ziel. Wat wil je ziel over weten? Waarover wil je ziel gaan leren? Welke ervaringen wil je ziel gaan opdoen? Volg dat. En dat zal dan opnieuw weer tonen wat dat je volgende stappen zijn. Dat zal jou tonen waar dat je eigenlijk dan verder heen mag gaan lopen. De tijd om door de poort te stappen, om de keuzes te veranderen, om jouw leven drastisch te veranderen, is nu. En je hebt nog ongeveer de tijd tot half november om daarmee aan de slag te gaan. Wilt dat zeggen dat je nadien niet meer kan? Nee, dat wil dat zeker niet zeggen. Iedereen heeft sowieso zijn eigen ritme en zijn eigen proces. Het wil wel zeggen dat de tijd nu en de energieën nu jou helpen om daar sneller doorheen te gaan. Dus wacht niet langer. Neem vandaag nog de tijd om met jezelf te gaan zitten en te gaan voelen van wat is het nu eigenlijk dat ik echt wil? Wat maakt mij gelukkig? Wat geeft me die diepe emotionele vervulling? En kijk dan, stel jezelf dan de vraag, stel de vraag aan jouw gidsen en aan de lichtwezens die er rond jou heen zijn. Wat kan ik vandaag al doen om mijn leven te verbeteren? En voor de rest wens ik jullie heel veel licht, heel veel liefde en heel veel helende energie toe. Vooral geef de moed niet op. Mooie en betere tijden zijn zich aan het vormen. Misschien kunnen we ze nog niet zien in de realiteit, kan je het nog niet ervaren, maar ik voel het al en ik weet dat dit binnenkort heel snel zichtbaar zal zijn. Dus geef niet op en samen komen we doorheen elk obstakel dat op ons pad komt. Zo, ik hoop dat je er iets aan heeft gehad, maakt niet uit. Je snapt dan wat ik bedoel. Heb je ondersteuning nodig, dan ben ik beschikbaar. Ik heb ruimte gemaakt in mijn agenda, omdat ik wist dat deze tijd ging komen. Dus klik de button, volg, subscribe, of wat dan mijn kinderen ook altijd zeggen, dat ik eigenlijk altijd vergeet te zeggen. En dan zie ik jou en spreek ik jou wel weer in een volgende video. Zo, daag!